Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. En vandaag heb ik weer een speciale video gemaakt over een belangrijk bericht voor Shopify dropshippers. Want dropshipping is natuurlijk al een tijdje echt aanwezig. En je ziet me natuurlijk superveel video's maken over Shopify dropshipping, hoe moet je het opzetten. Maar ik ben eigenlijk laatst tot een net wat andere conclusie gekomen eigenlijk. Nadat ik nu al een aantal jaar coaching doe en meerdere jaren eigenlijk al in e-commerce zit, zowel in het verkopen op Bol als Shopify dropshipping. En als ik kijk naar mijn klanten, die ik dus coach, en naar hun klantresultaten op Bol en dat vergeleken met Shopify dropshipping, valt me één ding heel erg bijzonder op. Dat de resultaten simpelweg op Bol beter zijn. En ik zat erover na te denken en ik denk, waar ligt dat nou aan? Want het verkopen op Bol is natuurlijk een stuk makkelijker, maar als Shopify dropshipping aanslaat, dan kan je er veel meer mee pakken uiteindelijk en veel sneller je resultaat mee behalen. Toen zat ik erover na te denken van, hey, ik heb een hele videocursus omtrent Shopify dropshipping en dat is ook mijn meeste focus op. Alleen de resultaten zijn gewoon niet daar voor sommige klanten momenteel. En daar ben ik gewoon heel eerlijk in met je. Dat kan dus aan meerdere dingen liggen. Een stukje ad spend, stukje website, stukje product research. Dus ik zit een beetje in een twijfel van, hey, is Shopify dropshipping nog wel iets wat ik als main offer wil gaan doen aan mijn klanten? Omdat vaak als beginner, naast je 9 tot 5, of naast je studie of naast wat je ook doet, is het opstarten van de Shopify dropshipping business best wel tijdsintensief en best wel kostenintensief eigenlijk. Heel veel mensen zeggen natuurlijk van Shopify dropshipping kan je beginnen met een paar honderd euro, maar geloof me, onder de 1000 euro per maand aan ads kan je beter niet beginnen, bij wijze van. Dat je moet gewoon veel producten gaan testen en het wordt steeds competitiever en steeds moeilijker om er bovenuit te springen. Dus ik zit zelf even in een twijfel van, hey, ga ik nog heel veel video's voor je maken omtrent Shopify dropshipping? Of ga ik meer mijn focus leggen op Bol? Want op het moment dat deze video uitkomt, heb ik al 200, waarschijnlijk honderden mensen geholpen met Shopify dropshipping en verkopen op Bol. En eigenlijk zie ik de laatste tijd steeds meer klantresultaten voor Bol voorbij komen. En iets minder voor Shopify dropshipping. En dat heeft me eigenlijk aan twijfelen gezet om misschien een andere slag in te gaan. Om misschien puur mijn focus te gaan richten op het verkopen op Bol. Voor mijn coaching dan. En je meer een inzicht te geven in mijn brand die je ook verkoopt op Bol. En waar we ook mee via Shopify verkopen. Het is wel met voorraad, dus het is geen Shopify dropshipping, maar het is wel een brand. Dus daar ga ik je wat meer info over delen. Alleen ik wil dit bericht toch aan je kwijt. Omdat, ik maak zoveel video's omtrent Shopify dropshipping. En mijn meeste kennis ligt daar. En mijn beste resultaat voor mezelf heb ik daar ook bereikt. Alleen, ik zie nu gewoon dat voor beginners het gewoon steeds lastiger is om ermee aan de slag te gaan. En dan twijfel ik heel erg van, hey, zal ik nog veel video's voor je hierover maken? Terwijl het jou misschien alleen maar geld gaat kosten. Want de hele bedoeling van dit kanaal en alles wat ik hierom maak, is dat je meer online geld gaat verdienen. En niet dat het je meer online geld gaat kosten. Dus laat me zeker even weten hoe jij daarover denkt. Over het verkopen op Bol. In überhaupt, of je daar meer video's over zou willen zien. Of ik daar wat meer video's over zou willen maken. Ik heb nog een aantal video's staan, namelijk over Shopify dropshipping, die nog uitkomen natuurlijk. En dat is eigenlijk mijn visie voor 2024. Het is nu op deze video nog een tijdje dat we het zullen hebben over dit kanaal, over Shopify dropshipping. En ik weet eerlijk gezegd niet of ik dat nog lang blijf doen. Eerlijk gezegd. Dat is een beetje een twijfel die ik momenteel heb. Laat me zeker even weten hoe jij denkt, hoe jouw Shopify dropshipping business gaat. Hoe de resultaten zijn van andere mensen. Ik merk dat er steeds minder resultaten komen, ook bij mijn concurrenten.
En dat de resultaten die er zijn, dat die heel sterk zijn. Maar ja, dat de hoeveelheid steeds minder wordt. En ik zit eigenlijk te denken, hoe kan ik ervoor zorgen dat die resultaten beter worden? En ja, dat is eigenlijk wat ik je vandaag wil vertellen. Van hey, het is momenteel gewoon zo'n tijd waarvan ik denk van hey, is Shopify dropshipping wel nog het juiste businessmodel in 2024? Of moet ik een switch maken naar verkopen op Bol op dit kanaal? Ja, dat wilde ik even vandaag met je kwijt. Laat me zeker even weten hoe het gaat met jou met Shopify dropshipping. Wat voor video's je nog meer wilt zien. En dan spreek ik je graag in een volgende video. Ciao, ciao.